Hier zo'n mooi rustig plekje. En daar zijn ze bezig. Hele, hele goede middag. Ook morgen zeggen, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bezembol. Het is vandaag donderdag 19 augustus alweer. Ja, de tijd houdt geen schaft als je zelf wel stil zit. Althans, ik heb niet veel gezeten hoor. Nee, ik heb ook de droger alweer draaien. Dus ja, dat was te groot. Dat is nog de laken van Elwing uit haar mand. Die ik gisteren gewassen, maar ik voel me niet helemaal in orde met mijn lijf. Dus ja, dan probeer je zo min mogelijk trap te lopen. Dus ja, en ik ga hem s'nachts niet draaien, want dan kan ik zelf niet slapen. En hij draait nou, dus ja, dat komt allemaal goed. Ik heb andere dingen nog gedaan. Ik zal ook met Mary haar blouse aan de gang, maar ik wil ook eventjes, ondanks dat het triest grauw weer is, eventjes met die meisjes eruit even kijken of ik een langer blokje kan lopen. En ik neem jullie uiteraard mee, maar of ik wat zie, dat is vraag 2. Hé, hey, dat rent. Mee en 2. Ja, heem door. Lieve. Ze kunnen wel lief zijn, ja. Dus ja, jullie staan ook scheef. Hoe dat allemaal komt, Joost mag het weten. Wiebelen alle kanten op al wat goede. Het is gewoon geen goede statief, punt. Moet ooit wel eens een andere hebben. Ja, beter materiaal, want dit is echt flut. Ja. Leuk, omdat hij stabiel blijft als ik hem stabiel zou hebben. Maar dan heb ik hem eigenlijk bijna nooit, dat is zeer zeldzaam. En ja, misschien dat ik het straks even weer doe. Ja, yeah, wie weet. Als hij me niet op zijn kop gaat. Want dat heb ik ook een keer gehad, moest ik de film draaien. Ik denk, hé, dit deugt niet, hij zit op zijn kop. Ja, maar maakt verder niet uit. Nee hoor, helemaal niet erg. Maar hij gaat wel even mee, ja. Kijken of we wat kunnen filmen, hè, dames. Jij. Maar ja, of ik wat film is ook vraag 2, dat zei ik net al. Maar ik ga het wel eventjes proberen een langere route te lopen. Misschien ook even de Rijkswerf op. Eerst eventjes de eigen route en dan kom ik toch bij die brug uit. En dan ga ik niet rechtsaf richting huis, nee, dan ga ik linksaf. Eerst even oversteken nog, want ik moet bij het zebrapad wezen en dan weer oversteken. Ja, kom hier. Dan komen we ook bij de oude Rijkswerf. Ja, ik denk dat we dat gaan doen. Eerst een normale ronde even. Hé, ja. En dan zien we daar weer verder hoe het gaat. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Maar ook zeer zeker met wat wij gaan doen. Hier zo'n mooi rustig plekje. Zo heerlijk. Daar loopt nog een vrouw met een hondje. En dit is gewoon ook langs de gracht. En we gaan lekker weer naar huis. Ja, lekker, maar toch. Lieve vrienden, zoals jullie zien ben ik alweer geruime tijd thuis, want ik ben met mijn spelletje ook begonnen. Maar dat is bijna klaar. Ik moet nog even op een paar dingetjes wachten. Maar ik ga ondertussen de naaimachine zo meteen op tafel zetten. Nou, dat weten jullie al, maar ik ga met die blouse, tenminste, blouse is een pyjama jasje. En dat heb ik dus allemaal al gespeld. Ik hoop dat jullie het zien. Hier zit een speld, daar zit een speld. Hier zit een speld, daar weer één. Dus ja,
zo helemaal naar boven, waar de kraag begint. Dus ja, dat gaan we eventjes keurig netjes naaien. En ik hoop dat ik deze kleur groen heb. Ja, het is niet echt groen, het is niet blauw, het is turquoise. Dus ja, dat gaan we eventjes proberen te vinden. Als ik dat niet heb, dan hoop ik dat ik die donkere kleur heb. Maar we zullen het beleven. Ja, dan gaan we het daarmee versieren. Ja, nee, versieren. Gewoon naaien, zeg maar. Dus ja, dat gaan we eventjes doen. En als ik het klaar heb, laat ik het jullie gewoon eventjes zien. Ja. Dus jullie hoeven dat naaien niet meer mee te zien. Dat hebben jullie met de vitrage gezien. Het hoeft nou niet meer dat jasje wel. Nee. Dus ik zou zeggen, we zien elkaar. Ik heb de blouse, tenminste een blouse, het is een pyjama jasje. Hek in elkaar zoals ze het wou hebben. Ze wou die knopen weg en dat moest dicht. Nou, ik heb het dicht. Enkel, ja, ik had niet hetgene wat ik eigenlijk wou. Nee, ik heb het gewoon anders gedaan. Nou, jullie zien die rode kleur. Die garen had ik. Nou, daar heb ik het keurig netjes mee vastgezet tot aan de kraag. Ja, nou, dan kan je ze hem zo over het hoofd. Kan je ze hem aan doen, dat ik zal hem opvouwen. En dan gaat hij naar Mary toe. En ik had beloofd dat ik hem zou brengen, maar dat doe ik niet vandaag, nee. Dan denk ik dat ik dat morgenmiddag even doe. Ik weet het nog niet. Ik leg er ook aan, hoort het weer iets. Als jij hebt een dingetje, dat hoor je niet. Dus ja, ik weet het nog niet. Hoe we dat regelen? Nee, maar dat komt goed. Ja, ik heb hem in ieder geval weer klaar, dus komt goed. Ik zal er zo meteen eventjes bellen. En dan show ik hem wel eventjes met een foto. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van je dag en doe het met een lach. Doe ik ook. En ik ga nog eventjes mijn spel afmaken, want dat staat gewoon te draaien nou. Wat ik nog nodig heb, dat zal ik klaarmaken en dan ga ik een vlog in elkaar zien te krijgen. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet en ik vergeet jullie niet.